Heeft het dat goed gebeurd? Welkom bij de FC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Dit zijn voor nu de Street Captains. Dus denk jij dat jij met jouw team de nieuwe Street Captains kan worden? Zorg er dan voor dat je lid wordt van FC Straat. Ik laat een linkje in de beschrijving achter. Ik ga nu eerst napraten over de vorige wedstrijd. En dat doe ik natuurlijk met de Street Captains van nu. De nieuwe uitdagers staan al klaar. Ze komen uit Renen. Voor sommigen van jullie is het zelfs een bekende, Timo. Timo is ready voor jullie. En geloof me, ik weet dat jullie bang zijn voor zijn team. Wat is jullie boodschap voor Timo en zijn vriendjes? Nou, wij zijn ready en ik denk niet dat jullie van ons gaan winnen. Succes, dat zullen jullie wel nodig hebben. We hebben team 4 net gewonnen, dus succes, boys. We gaan jullie zeker weten pakken. En jullie gaan wel lastig krijgen. Ik ben Torben, dus links centrale verdediger en mijn specialiteit is 1-op-1 verdedigen. Ik ben Jonel, ik ben aanvallende middenvelder en mijn specialiteiten zijn snelheid en wendbaarheid. Ik ben Timo, ik ben middenvelder en ben goed in dribbelen. I'm Gustav, I'm an attacker and I'm good at dribbling and shooting. Ik ben Olivier, ik ben keeper en mijn specialiteiten zijn meevoetballen als keeper. Ik ken Melle, ik heb wel eens tegen hem gespeeld. Hij is een goede, snelle, technische voetballer, dus ik zou daar op letten. Dus gewoon kort druk zetten. Kees is een gevaarlijke dribbelaar, dus ik zou ook kort bij hem zitten. Jeen is een goede, sterke centrale verdediger. Dus die moeten we ook aanpakken. En ik heb gehoord dat ze een goede meevoetballende keeper hebben. Nou, wij zijn ready en ik denk niet dat jullie van ons gaan winnen. Succes, dat zullen jullie wel nodig hebben. We hebben team 4 net gewonnen, dus succes, boys. We gaan jullie zeker weten pakken. Good luck, you'll need it. We gaan wel zien op het veld wie de beste is. We laten onze voeten spreken. De prijs is voor ons. Mogen de beste winnen. Trouwens, we gaan nu kijken naar 3 mooie goals uit de vorige wedstrijd. Laat even hier beneden weten in de comments welke goal jij het mooist vond. Niet boven, maar beneden. Ai, Timo, ik heb gehoord jullie zijn aangekomen in een limo. Nee, niet in een limo. Hoe zijn jullie gekomen? Om met de auto. Zijn jullie ready? Tuurlijk, altijd ready. Jullie gaan Renen op de kaart zetten. Jullie hebben een lastige tegenstand. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ga niet voor jullie liegen. Ze zijn keihard. Ze hebben een goede, meevoetballende keeper. Maar die hebben jullie ook. Tuurlijk. Ja, jullie spelen normaal gesproken op jullie pleintje op kunstgras. Ja. Maar hier is geen kunstgras. Is dat een probleem? Tuurlijk niet. Je kan op alle soorten ondergronden. Tuurlijk. Zeker? Tuurlijk. Jullie komen uit Renen. Yes. Wil je een SO doen naar Renen? Tuurlijk. Esso naar Renen, we gaan jullie op de kaart zetten. En de boys uit Heilo, die worden op de menukaart gezet. Trouwens, laat me weten in de comments van welke dorp of stad jij vandaan komt. Laat het weten hier beneden in de comments. Niet boven, maar beneden. Boys, de wedstrijd gaat zo beginnen. Maak jezelf ready. Het veld is daarboven. De nieuwe Street Captains. Melle, zijn jullie ready? Altijd, altijd. Ken je de tegenstander? Een paar spelers, niet iedereen. We gaan het zien. Kunnen jullie ze hebben? Altijd. Wat wordt de einduitslag? 10-6. 10-6? Ja. Oh, dit? Ja. Luister nou, als jullie deze wedstrijd winnen, dan hebben jullie €500 gestekt, hè? Besef je dat? Ja, veel geld. Dus, ja. Kees, ik zie je gefocust kijken. Ja, ik ben ook gefocust, dat moet wel, want zometeen een zware pot, denk ik. Dus ja, we moeten gewoon voorbereid zijn op wat gaat komen. Wat gaan we zien van jou vandaag? Ja, ik probeer veel acties te maken en gewoon goed samenspelen en koop een paar goaltjes. Kijani, je hebt indruk gemaakt, maar ze hebben ook een meevoetballende keeper. Gaan we vandaag gekke skills van je zien? Dat denk ik niet, maar ik ga wel mijn best doen om
zo goed mogelijk mee te voetballen en mijn team aancoachen. Ga je scoren net als de vorige keer? We gaan zien. Ik weet niet, man. Ik heb het gevoel dat jullie echt gespannen zijn. Maar maakt niet uit. Ik snap het ook. Jullie gaan voor de eerste keer de aanvoerdersbanden omdoen. Dit zijn de street captains van nu. En ze komen uit Heilo. Ik ben Jonel. Ik ben aanvallende middenvelder. En mijn specialiteiten zijn snelheid en wendbaarheid. Ik ben Olivier. Ik ben keeper. En mijn specialiteiten zijn meevoetbal als keeper. Ik ben Timo, ik ben middenvelder en ben goed in dribbelen. Ik ben Torbe, ik ben links centrale verdediger en mijn speeltijd is 1-1 verdedigen. Good luck, you'll need it. Boys, ik ben de scheidsrechter, maar ik wil dat jullie zoveel mogelijk zelf oplossen zoals we dat op de straten gewend zijn. Dit zijn de regels. Let op, er zijn ook nieuwe regels. Oké, we gaan nu pispoten. Schat ligt onder. Kom maar. Nee. Schat ligt onder. Melle, wat wil je? Wil je de bal of een kant kiezen? Kant. Oké, welke kant? Oké, boys, ik weet dat er ook doekoe op het spel staat. En natuurlijk ook heel veel shine, heel veel druk. Maar laten we wel gewoon een sportieve wedstrijd spelen. Groet elkaar, boys. Juist. The game is on. We gaan beginnen. Ik hoop dat de bal niet veel overgeschoten wordt. Een van de nieuwe regels is dus als je twee keer overschiet, krijg je een punt in mindering. Om de 5 goals geldt een shootout. We gaan nu echt beginnen. Ready? 3, 2, 1, go. Kom zo, kom maar. 1-0. Torben op Timo. Timo met een mooie kapbeweging. Melle in de counter. Goed gespeeld. En daar is de topscorer, Tigo. Van Melle. Oh! Tigo met zijn lange benen. Daar komt Melle. Mooie aanname. Oei. Jammer. Mooie actie van Timo, maar Tigo heeft hem. Oeh! Eerste bal gaat over. Ja. Oké, het staat misschien wel heel snel 1-0 voor de streetcaps, maar ze hebben wel de bal overgeschoten. Schieten ze nog een keer over, krijgen ze een punt in mindering. Gustav. Half Spaans. Half Zweeds, Timor. Oeh. Dani. Houd rust. Kees dribbelt in. Goed. Oh, zij net. Oei, oei, oei. Het staat 2-0. Torben, verkeerd aangenomen. Mag in de handen. Nu niet meer. Tijani gaat schieten. Oh. Timo sleept al tegenover Melle met de kapbeweging. Timo is zelfverzekerd, weet wat hij doet. Je krijgt wel elke keer dezelfde situatie, zeg maar. Oh! Goed gespeeld. Oh, jammer. Tigo, goeie. Oh, achterbal. Gedaan. Torben gaat schieten. Oh. Oh, die moest zitten. Eerste grote kans van Renen. Ai. Die had moeten zitten. Dat had de 2-1 moeten zijn. Kees, mooie techniek. Timor, nice. Ja, die zet eventjes Melle opzij daar. En dan wel balverlies. Oké, we hebben even een time-out van 1 minuut. In het begin moest ik wennen, maar nu gaat het wel steeds beter qua aanvallen en zo. Maar het zijn twee domme kozen. Ja, klopt. Dat mag echt niet meer gebeuren. Nee. Maar er is niks aan de hand. Nee, nog niet. 2-0. Kom op. Maar als die andere nog tegenkrijgt, dan mooi. Ja. En die keeper moet je gewoon niet laten schieten, hij heeft wel hard schoten. Ja. We mogen gewoon niemand laten schieten, klaar. De reden dat ik een time-out had gedaan is omdat de uitdagers voor het eerst op dit veld spelen. Dan kunnen ze even heel kort kijken of ze van tactiek verwisselen en dat soort dingen. Er staat 2-0 voor de street captains. De street captains van de vorige aflevering stonden ook 2-0 voor en je hebt gezien hoe het is geëindigd. Dus er is nog niks beslist. Ze
terwijl er goed druk. Nu is Reine meer in de comfortzone. Hier heb ik. Oh, Timo, leg hem goed neer, jammer. Gustav, oi. Oh, 3-0, doelpuntenmaker Melle. Dit gaat wel de verkeerde kant op. Oei, 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 daar is Melle weer, daar is Melle weer. Redding van Olivier, oh. Oei. Oei, 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 het is 4-0, jongens. Oh. De uitdagers hebben één goal nodig. Dan weet ik zeker dat er veel gaat veranderen. Eén goaltje. Oh, jammer. Ik wou daar een panna geven. Bal weg. Oei. Timo staat op sterk. Oei. Daar had hij door moeten lopen. Ja, dat is balverlies. En dan Timo, kom aan. Oh, lat. Come on, hey! Oh, ze hebben echt één goal nodig. En daar, daar, daar! Oh, jee, 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 jee. 5-0. Net wanneer ze de 4-1 kunnen maken, maken de Street Captains er 5-0 van. We krijgen nu shootouts. Beide krijgen er één. Huh? Heb je tactiek? Nee, zeker niet. Gewoon een beetje proberen een beetje de keeper een beetje te trollen en zo. Kom maar. Let op, Olivier. Hij moet die goal klein houden. Jeen. Oh, bal uit. Oké. Deze man die kan geen Nederlands. Hij is half Zweeds, half Spaans. En hij praat Engels bij FC Utrecht. Gustav, what will be your tactic? Try to fake him out to one side and try to go for the other one. Kom maar. Hi. Gustav, hij heeft zijn tactiek gedeeld. Oeh, dat doet hij goed. Oh, dat is jammer, dat is jammer. De shootouts hebben niks opgeleverd. De shootouts hebben niks opgeleverd, maar het is straatvoetbal. Het staat wel 5-0, maar nog steeds is alles mogelijk. Geloof me, als jij van de pleintjes komt, dan weet je dat je nog terug kan komen. Torben is de keeper geworden. Hij was net nog speler. Gianni! Oh, hij zat. Tijani schiet hem gewoon weer. Het is 6-0. Wie gaat deze mannen stoppen? Deze mannen uit Heilo hebben geen genade. Kees, wat een mooie actie. Oh! Colasso, het is 7-0. Wat doet Kees daar? Timo, speelt in. Janel. Oeh, Kees weet wat hij doet. Mooie actie. Mooi gespeeld, Jeen. Kijani gaat gewoon weer schieten. Mooie redding van Torben, alsof hij een keeper is. Kijani, die wil wel risico nemen hier. Hij wordt nu ingesloten. Oh, kom aan. Oh, man. Ah, jammer Torben. De bal. Jee, naar de tweede paal. Daar staat Melle. Doelpunt Tigo. 3 meter lange Tigo scoort de 8-0. Dit is niet eerder gebeurd in de Street Captains. Achter. Deze boys hebben no mercy. No mercy. Hier is Tigo. Oh. Mooie bal van Janel. Leg hem neer. Mooie actie. Daar, Timo, kom op. Ah, oh, man. Kees. Wow. Tweede keer overschot. Dat betekent 1 punt in minder. Ik ging 8-0, maar 7-0 nu. Het is allemaal. Goed, Timo. Timo op scherp. Hij probeert er nog wat van te maken. Timo, schot. Nee. Ja?
Wow. Hij scoort alleen maar mooie goals. Ja. Timo, Gustav. Gustav, goed weggedraaid. Schiet de jongen. Oh. Goed gespeeld door Timo. Ah. Shootout. Beide teams krijgen weer een shootout, want we hebben 10 goals in totaal gehad. Inclusief mindering. Haha, de topscorer. Wat wordt je tactiek? Ik denk gewoon wachten totdat hij ruimte geeft aan mij en dan gewoon erin schieten. Tigo, hij is een killer, dat weten we al. Hij is een killer. Tegenover de keeper. Hij gaat de keeper uitlokken. Waarschijnlijk wil hij hem lokken dan. Kijk. Oh, Olivier laat zich niet gek maken. Oh! Ja. 9-1. Wat ga je doen? Punteren. Oké. Go. Hey, hij is al binnen, Die is fire. Het blijft 9-1. We gaan de joker inzetten. Ja. En wie gaat hem inzetten? Ik. Jij. Oké. Okay. Het staat 9-1. Als hij deze joker afmaakt, is het afgelopen. En dan staat het 10-1. Go. Kees, 1-1 op Timo. Timo is scherp. Kees gooit snelheid terug. Pakt hem. Als Timo hem afpakt, dan mag hij scoren zolang de bal niet uit is. Keeper is erbij. Kees wil niks weten. Nee. Oh. Mooie bal door Timo. Oh, dat is jammer. Gianni houdt er rust. Dat is ook een stukje ervaring. Ik weet wat hij doet. Maar nu zelf. Bal weer terug bij Gianni. Melle, tweede paal. En het is klaar. Het is klaar. Timo, 10-1 is hard. Waar ging het fout? We hadden in het begin veel individuele fouten. Waar we snel op 3-4-0 achterkwamen. Dat niet moet gebeuren, zeg maar. Maar we waren ook wel veel beter. Ja, als ik naar de wedstrijd kijk, dan was het wel zo. Jullie hadden minder kansen. Maar als je een eindelijke kans had, had je ook nog zo'n beer van de keeper. Ja, was die keeper lastig? Ja, was een grote keeper. Had ook een mooie goal. Schoot hem in een kruisje. Ja, het is ook gewoon een goede keeper. Grote, ook een kleine goals, wel handig. Ja. Denk je als jullie nog een keer zouden kunnen spelen, dat jullie het zo veel beter zouden doen? Zeker weten, zeker weten. Het is een geflatteerde overwinning? Nou, dat niet. Ze hebben wel gewoon terecht gewonnen. Ja. Maar we hadden er veel meer uit kunnen halen, dat weet ik wel. 1-1 is wel, zeg maar, overdreven. Zeker, we hadden er veel meer uit kunnen halen. Als er één speler is van de tegenstander die een transfer naar jullie moet maken, welke speler zou je uitkiezen? Op dit moment denk ik die lange keeper, man. Aan hun hadden ze echt heel veel. Blijf gewoon keihard trainen. Jullie spelen bijna allemaal bij FC Utrecht. En je zal wel vaker verliezen. Het belangrijkste is dat je blijft leren. Keihard gaat trainen, gemotiveerd blijft. Wie weet zie ik jullie terug. Melle, dit was een beetje snelle Jelle. Ja, 10-1 gewonnen. Snel. Het was niet zo dat je ze helemaal wegspeelde. Ze hadden wel even momenten. En... Af en toe. Wat vond je de mooiste goal? Die kopbal van Kees. Ja, was die gek? Ja, dat was gek. Ik vond die actie van Kees wel iets gekker. Ja, die hakbal, ja. Ik kies voor de kopbal. Jullie hebben nu 2 wedstrijden gewonnen. Dat betekent dat je op €500 komt. Je kan nu uitcashen. 5 barken, maar dan zijn jullie klaar en zijn jullie geen street captains meer. Wat zeg jij dan? We krijgen die 500 gewoon. Ja? Ben je geen street captains meer? Ik denk gewoon die 500 krijgen. Bro, ja? Oké. Bro, ben je... Wat? Dus we kunnen nog meer krijgen dan? Ja, nee. Oh nee, dan die street captains natuurlijk. Oh, ik dacht, we krijgen daarna niet meer. Je kan nu uitstappen en dan zijn we klaar. Of je kan doorgaan. Oh, doorgaan natuurlijk. Als we nog meer kunnen krijgen. Ja. Ja, elke aflevering dat je blijft staan is 250. Oh, ik dacht, je krijgt daarna niet meer. Dus ik dacht, ja. Ach, dan gaan ze natuurlijk blijven staan. Ja, oké. Okay. Nou, ze gaan blijven staan. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Dat kan je hier beneden doen. Voor de laatste video, klik daar zo. En wil je lid worden van FC Straat en eventueel deze boys uitdagen, klik hier. Ha, dit wordt gek. Leen Vivi voor je buurman.